leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een hele leuke video. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik eventjes iets zeggen over mijn haar. Geen reacties alsjeblieft in de comments van, oh, het zit echt lelijk. Ik weet het. Ik had eigenlijk vanmorgen mijn haar moeten wassen, maar ik had er geen zin in. Dus ik dacht, ik doe het vanavond wel. Helemaal vergeten dat ik deze video ging opnemen en dus wel iets met mijn haar moest doen. Vandaar deze knot, want ik kon er echt oprecht niks anders mee. Maar het gaat vandaag niet om een knot, maar om mijn schoolkoffer en om mijn schooltas. Voor de mensen die mijn weekvlogs volgen, die weten misschien wel dat ik de opleiding tot schoonheidsspecialist doe. Ik ga dit jaar naar mijn derde jaar, laatste jaar, eindelijk. Maar voor die opleiding gebruik ik dus een koffer en een schooltas. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om in deze video te laten zien wat ik nou allemaal zo mee moet nemen naar school. Wat er nou in mijn koffer zit, waarom ik een koffer mee moet nemen naar school. Want voor de meesten gaan volgens mij de scholen alweer beginnen, dus ik dacht, misschien is dit wel heel erg leuk. En aan het einde heb ik ook nog een leuke winactie voor jullie, dus blijf zeker verder kijken. Laat ik maar als eerst eventjes wat vertellen over de opleiding die ik doe. Ik doe namelijk RWN schoonheidsspecialist niveau 4 en daarbij heb ik praktijk en theorie. Vandaar ook een koffer. Ik moet heel veel praktijkspullen meenemen. En in een tas gaat dat gewoon niet passen. Dus vandaar dat wij allemaal een schoolkoffer moesten aanschaffen. En voor de theorie, voor boeken en zo, laptop, heb ik gewoon een schooltas. Dus dat eventjes kort uitgelegd. Ik dacht, misschien is het wel heel erg leuk om mijn tas soort van uit te pakken. Van kijk wat er in mijn tas zit. Maar om mijn koffer juist met jullie in te gaan pakken. Je hebt 2 keer in de week praktijk, 6 uurtjes. Dus dat is 3 uur per dag. In het eerste jaar had je echt de blokken waarin je echt ging werken. Dus het eerste blok deed je hand en voet. Het tweede blok deed je massage. Het derde blok deed je gezichtsbehandeling. Maar in het tweede jaar mochten we altijd een beetje zelf kiezen van wat willen we oefenen. Bijvoorbeeld over 3 weken hebben we een hand-voet-examen. Oké, dan ga ik nu hand-voet oefenen. Maar hebben we een gezichtsexamen, mag je gezicht oefenen. In je tweede jaar laat zie je best wel vrij met wat je wilt doen. Dus ik dacht, misschien is het wel heel erg leuk om alle 3 de opties te laten zien hoe ik mijn koffer inpak. Ik heb namelijk examen gedaan in hand-voet. Dus dat is manicure, pedicure. Ik heb examen gedaan in gezichtsbehandeling. En ik heb examen gedaan in massage. Ik dacht, misschien is het wel heel erg leuk om voor alle 3 een koffer in te pakken. Zodat jullie ook weten, stel dat je deze opleiding gaat doen, wat je kan verwachten. Qua theorie zit het ietsjes anders. In het eerste jaar had ik 4 dagen theorie en 1 dag stage. En in het tweede jaar had ik 3 dagen theorie en 2 dagen stage. Maar dat was wel meer de inhoud van mijn opleiding. Daar gaan we vandaag niet echt verder op in. Want het gaat vandaag echt om de inhoud van mijn koffer en van mijn schooltas. Maar wil je nou nog wel meer informatie over de opleiding? Laat dan zeker eventjes weten in de reacties. Want dan kan ik die video ook nog opnemen. Laten we nu maar gewoon beginnen met het inpakken van mijn koffer voor een hand- en voetexamen. De spulletjes die ik meeneem voor praktijk, die vervoer ik in deze zoet-zoet koffer. Het is het handbagagemodel in de mintgroene kleur. Dus super handig, want je kan hem dus ook nog gewoon voor vakantie gebruiken. Je hoeft hem niet alleen aan te schaffen voor school, maar kan hem ook nog lekker meenemen op vakantie. Ik heb deze mogen ontvangen van de Little Green Bag, waar ik echt onwijs blij mee ben. Hiervoor heb ik ook een zoet-zoet koffer gehad. Ik kan hem nu helaas eventjes niet laten zien, omdat mijn vader mee heeft op vakantie. Maar ik zal even een plaatje hier in beeld zetten. Is ook een zoet-zoet koffer. Die heb ik dus ook gebruikt voor mijn opleiding. Voor mijn eerste 1,5 jaar. Deze heb ik daarna het half jaar daarna zeg maar gebruikt. En ik vind ze allebei echt super fijn. Ik merk wel dat deze iets steviger is qua wieltjes. Die andere is wat onstabieler zeg maar. Deze is wel wat stabieler. En deze heeft wat meer vakjes. Die andere heeft eigenlijk helemaal geen vakken. Waardoor je ook je kleine spulletjes heel makkelijk hier mee kunt nemen. Dus laten we maar beginnen met het inpakken van mijn koffer. Wat echt een enorme tip is van mij en wat ik zeker heb gemerkt wat een verbetering is aan deze koffer, is dat deze koffer vakjes heeft en 2 van die flappen. Die vorige zoet-zoet koffer had aan 1 kant een flap en aan de andere kant zo'n elastieke band. Maar geen vakken. En ik merk gewoon wel echt dat dit echt super fijn werkt. Want je hebt natuurlijk ook nagelfijlen, watjes. Je hebt echt van alles. En dat kan gewoon hier chill in. En dat hoeft dan niet los door je koffer te zweven. Dus dat is wel echt een tip. Ga je nou een koffer aanschaffen, kijk of die ook van die vakjes heeft of van die flappen. Want het werkt gewoon echt een stuk fijner. Laten we maar beginnen met deze kant. En hier ga ik alles in doen wat we eigenlijk iedere praktijkles nodig hebben. Dus denk aan een stoelhoes, handdoeken, praktijkjasje, dat soort dingen. Voor de opleiding moet je een badstoffen stoelhoes aanschaffen. Ik heb deze gewoon gekocht bij de HEMA. En die moet je tijdens de les gebruiken om over de praktijkstoel heen te leggen. Het is wel zo fris om gewoon je eigen stoelhoes te hebben. Niet een stoelhoes waar heel de wereld op zit of heel je school. En ik heb deze gewoon dus gekocht bij de HEMA. Wat ik meestal doe is dat ik hem een soort van oprol, want hij is best wel groot. En hier gewoon zo in het hoekje leg. Dan wanneer je met de opleiding begint moet je een bepaald pakket aanschaffen. En daar zitten ook handdoeken bij. Het zijn zwarte handdoeken. En die moet je gewoon verplicht hebben in de les. En deze neem ik ook altijd mee. Meestal heb ik 3 van deze grote ongeveer. Een paar van deze kleintjes of een washandje of iets. Want die zitten er ook bij. En ja, die heb je eigenlijk gewoon iedere les nodig. Dus die stop ik ook altijd aan deze kant erbij. Oh,
erbij doe als ik nog plek over heb, dus weinig handdoek hoef te gebruiken, is alcohol. Omdat we alcohol letterlijk iedere praktijkles gebruiken. Het maakt niet uit welk onderdeel. We gebruiken altijd alcohol omdat je alles moet desinfecteren. Dus die past hier nog perfect naast. En als laatste aan deze kant doe ik mijn praktijkjasje. Tijdens de praktijk moeten we altijd een zwarte broek aan, zwarte schoenen en ons praktijkjasje. Dat is deze. En om te zorgen dat ik die niet vergeet, stop ik die eigenlijk altijd in mijn koffer. Dus die gaat er ook bij. Zorg dat je goed je naam in je jasje schrijft of iets doet waar het aan je jasje herkent. Want iedereen van deze opleiding heeft hetzelfde jasje. Dus het zou zonde zijn als je hem kwijtraakt. En geloof me, dat gebeurt echt best wel vaak. Oké, deze zit nu wel goed vol. Dus die doe ik dan dicht. En in principe verander ik deze kant eigenlijk nooit. Dit is wat we altijd standaard nodig hebben. Tuurlijk was ik tussendoor mijn handdoeken. Maar verder rest ziet deze kant eigenlijk altijd hetzelfde eruit. Dan de andere kant. En die verschilt eigenlijk echt per praktijk. Les. Het ligt er echt aan wat we gaan doen. Of we hand-voet gaan doen. Massage, gezichtsbehandeling, harsen. Maar ik ga nu eventjes aan jullie laten zien wat ik meeneem als we een hand-voetbehandeling doen. Nog iets anders wat eigenlijk altijd standaard meegaat naar school is een prullenbakje. Omdat je gewoon hygiënisch moet werken. Deze is van de HEMA en is best wel groot. Dus wat ik altijd doe is dat ik hier al spulletjes in doe. Bijvoorbeeld deze massagecreme van school. Die past er perfect in. Dus dan kan ik die gewoon hier zo neerleggen. En heb ik toch een beetje mijn ruimte opgevuld. Deze leg ik op zijn kop neer. Zodat daar ook weer spulletjes in kunnen. Voor een handvoetbehandeling hebben we ook altijd een handpadje. Daar kunnen de nagels lekker in weken voordat je ze gaat verzorgen. Dan als we het onderdeel voeten hebben, hebben we ook badzout voor de voeten. Daar hebben we op school hebben we een badje staan. Doe je een beetje van dit zout in, zodat de voeten eerst lekker schoon worden. Want anders hoef je mij ook echt geen paar voeten te geven. Want ik vind voeten echt smerig. Ja, sorry. Maar door je voeten eerst even lekker een kwartiertje te laten intrekken met badzout, zijn ze redelijk schoon. Dus die moet ook altijd mee. Dan handschoentjes. Want het is wel zo fris als je iemand zijn voeten of handen gaat behandelen om lekker handschoentjes aan te hebben. Gewoon voor jezelf, gewoon voor de hygiëne. Ik vind dat altijd wel chill. Eigenlijk alles wat ik hier nu laat zien qua producten en spullen heb ik in mijn pakket gekregen. Behalve dan deze prullenbak die heb ik bij de HEMA gekocht. En de stoelhoes. Voor de rest heb ik alles in het schoolpakket gekregen die je aan het begin van het jaar moet aanschaffen. Dus ja, ik weet niet waar dit allemaal vandaan komt. Ik heb dit ook gewoon van school gekregen. Dan natuurlijk watjes, ook niet te ontbreken. Die heb ik ook altijd mee. Normaal ook wattenstaafjes, maar die zijn nu toevallig op. Maar daar heb ik gewoon zo'n klein doosje van de HEMA. Die stop ik hier ook gewoon lekker naast. Ik heb de indeling heel eventjes veranderd, want dan gaat die wel beter dicht. Normaal zou hier alleen nog een doos met tissues bij horen. Maar die heb ik nu helaas eventjes niet in huis. Dus voor de rest is dit eigenlijk alles wat in dit grote vak gaat. Dan kan ook deze dicht. En heb ik alleen hier nog een tasje met wat kleine spulletjes. Je zou ervoor kunnen kiezen om alles gewoon hierin te laten. Maar je kan er dus ook voor kiezen om het hier in deze vakjes te doen. En dat is dus juist het handige. Wat ik ook aanraad is om een plastic tas hierin te doen. Want als je de handdoeken op school gebruikt, kunnen ze soms nat zijn en vies. En als je dat dan in je schone koffer gaat leggen, is dat niet heel hygiënisch. Dus neem altijd een plastic zak mee waar je je natte handdoeken in kan doen. Voor nu ga ik alles gewoon hierin laten zitten. Maar je zou dit dus ook hierin kunnen verdelen. Wat je dan bijvoorbeeld meeneemt is nagellak remover en een teenknipper en even kijken, nagelriemolie, cuticle remover, nagelvel, nagelknippertje, dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat hier allemaal in zit. Je kunt er dus voor kiezen om dat hierin te doen, maar ik ga ervoor kiezen om het hierbij te doen. En dan is je koffer dus klaar voor een praktijk handvoetbehandeling. Laten we nu maar overgaan naar het gedeelte van de gezichtsbehandeling. Deze kant blijft eigenlijk in principe gewoon hetzelfde. We gaan alleen deze kant terug veranderen naar gezichtsbehandeling koffer. Ik haal eigenlijk alleen het voetzout eruit, het handbadje en het etuietje met de spulletjes. Voor de rest hebben we dit ook allemaal gewoon nog nodig, dus dit laat ik lekker liggen. Tijdens de gezichtsbehandeling geven we ook een massage en dan kan je dus kiezen tussen of deze crème of een olie. Ik neem eigenlijk ook altijd die olie mee, omdat de meeste mensen een olie fijner vinden. Dus die gaat mee naar school. Tijdens de gezichtsbehandeling hoort natuurlijk ook een lekker masker. Van school hebben we er twee meegekregen. Een kalmerend masker en een voedend masker. Dus die gaan ook altijd mee. Aan het begin van een behandeling maak je natuurlijk het gezicht schoon. Wij doen dat altijd eerst met een lip- en oogreiniger. Daarna met een milk en afsluiten met een tonic. Soms doen we dat ook niet een tonic, omdat dat je zuurte gaat zeg maar weer afsluit. En voor gezichtsbehandeling is het juist belangrijk dat die open blijft staan. Wij gebruiken op school eigenlijk alles van het merkje Dr. Belter. Maar op iedere opleiding is dat verschillend. Want bijvoorbeeld het vriendinnetje van mijn neefje, die doet dezelfde opleiding, maar dan in Rotterdam. En die gebruikt weer hele andere producten. Dus dat zal echt per school verschillend zijn. Sommige mensen hebben wel eens last van gerstekorrels. Dat zijn van die kleine
bultjes op je gezicht, zeg maar. En die kan je weghalen met naaldjes. Die hebben wij ook gekregen. Ik neem eigenlijk nooit het hele doosje mee, omdat je maar tijdens een praktijkles op één iemand werkt. Dus dan zijn, ja, is eigenlijk één naaldje wel genoeg. Maar voor de zekerheid neem ik er wat meer mee. Maar een heel doosje met 100 naaldjes is een beetje overbodig. Ook tot de gezichtsbehandeling hoort het verf van je wimpers en wenkbrauwen. Dus daar nemen we altijd van die wimperblaadjes, zeg maar, mee om je ogen te beschermen. Verf voor je wenkbrauw en voor je wimpers natuurlijk. Beschermingscreme om je gezicht te beschermen tegen de verf en oxidant, dat is zeg maar om de verf te activeren. Dan nog wat kwasten voor bijvoorbeeld een masker aanbrengen of de verf van de wenkbrauwen aanbrengen. En een verfbakje waar je de verf in kan mengen. Zoals je kunt zien is de mijne al aardig vies. En dan heb ik nog een dagcreme, een peeling. Dan nog wat poeder voor als je bijvoorbeeld de wenkbrauw of de bovenlip gaat harsen. Wij hebben zelf geen harsapparaat voor het gezicht, maar die hebben we op school staan. Net zoals een waterdampapparaat om bijvoorbeeld te stomen. Al die apparaten hebben wij gewoon op school staan, dus die hebben wij zelf niet. En dit was eigenlijk wel een beetje alles voor een gezichtsbehandeling. Dus deze kant ook weer dicht. En dan gaan we naar het laatste onderdeel en dat is lichaamsbehandeling. En daarbij hoort masseren en harsen. Dus daar gaan we ook de spulletjes voor inpakken. Eigenlijk al deze producten haal ik er weer uit, omdat we dat dus niet nodig hebben tijdens een lichaamsbehandeling. Zo, dit is eigenlijk hetgene wat ik laat liggen. De olie laat ik liggen, omdat sommige mensen ja, een olie fijner vinden dan de crème, zoals ik al zei. Voor het harsen hebben we ook weer dat poeder nodig. Maar wat er dan bij komt is ook nog cooling gel. Deze hebben we op school ook gewoon, maar hebben we zelf ook gekregen. Dus die kan je eventueel meenemen als je zou willen. Voor het lichaamtars hebben we wel een harsapparaat gekregen. Die ziet er zo uit. En heb je twee van deze dingen erbij. Die kun je er zo inschuiven. En dan kan je hem aanzetten, worden ze warm. En dan kan je gaan rollen en harsen. Ook heb je in je pakket harspataronen erbij gekregen. Je hebt groene, roze en gele. De groene vind ik zelf persoonlijk het fijnst werken, dus die heb ik altijd. Het kan zijn dat ze opraken, maar dan kan je beneden bij ons op school in de wellness kan je gewoon weer nieuw kopen. Die dingen kosten echt 2 euro per stuk of zo, dus dat is niet heel veel. Ik vind dit altijd het lastig om een koffer in te pakken bij een lichaamsbehandeling, omdat je dit hele grote ding hebt. Wat ik soms ook nog wel doe, is dat ik mijn prullenbakje thuis laat als we een lichaamsbehandeling doen. Want we hebben op school ook gewoon prullenbakken. En het gaat soms anders gewoon echt niet passen. Want er moet natuurlijk gewoon veel in die koffer. En als je dan ook nog zo'n prullenbakje hebt, op school hebben we ook gewoon prullenbakken. Dus in principe is het niet nodig. Maar bijvoorbeeld voor een gezichtsbehandeling is het wel lekker als je even snel een prullenbakje in de buurt hebt. Maar voor een lichaamsbehandeling is dat op zich niet nodig. Verhaal weer, maar je snapt misschien wel wat ik bedoel. Dan is het altijd belangrijk dat je refills meeneemt, of hoe je het ook wil noemen. Dat je gewoon nog voorraadje hebt. Want stel nou dat je twee benen en twee armen gaat harsen en je ding is leeg. Ja, dan heb je dus pech. En dan ja, is het gewoon handig als je extra bij hebt. Dit zijn die gele, die hebben een klein opzetstukje. Die zijn bedoeld bijvoorbeeld voor je oksels. Dan natuurlijk nog harsstrips. Dit was eigenlijk wel een beetje alles wat je mee moet nemen voor ja, een lichaamsbehandeling. Heel veel producten voor een lichaamsbehandeling pak je ook op school. Bijvoorbeeld ja, deze dingetjes hebben we ook gewoon op school liggen. Maar ja, je geeft natuurlijk massage, olie hebben we op school staan. We hebben die koelings, die hebben we op school staan. Je hebt in principe best wel veel op school staan. Maar het is gewoon fijn om je eigen producten bij je te hebben. Maar ja, dit is voor zo'n behandeling wel genoeg. Dit is wat ik altijd meeneem naar een praktijkles. En zo deel ik het in mijn koffer. Dit heeft voor mij de afgelopen 2 jaar echt heel goed geholpen. En prima systeem. En dat doet het nog steeds. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik heb natuurlijk niet alleen praktijk. Ik heb ook theorie. En daarvoor neem ik deze tas mee naar school. Dit is van de Little Green Bag. Hun eigen schoolcollectie. Ze hebben ook een safari collectie. Ook echt super leuk. Maar ik hou wel van het basic zwarte. Ze hebben deze ook nog in het lichtroze en in het donkergroen. Ook nog heel veel andere modelletjes. Maar ik vind deze echt love it. Het is gewoon een heel strak en net model of zo. Deze zou je ook bijvoorbeeld kunnen gebruiken als je na school klaar bent en gaat werken. Het is namelijk gewoon echt een hele nette tas. En er past heel veel in. Ik neem eigenlijk iedere dag hetzelfde mee naar school, alleen andere boeken. Het eerste en tweede jaar had ik maar 3 boeken. En het laatste jaar heb ik 2 boeken. Dus eigenlijk neem ik of iedere dag alle 3 de boeken mee, of ik laat er eentje thuis. Dus heel veel verschilt er niet in mijn tas. Maar toch ga ik het eventjes aan jullie laten zien. De tas is van echt leer en hier ook heel erg stevig. Dus er past ook lekker veel in. Je kunt lekker veel meesjouwen. Dus dat doe ik ook zeker. Soms neem ik ook een laptop mee naar school. Maar dat ligt er echt een beetje aan welke vak ik heb, die ja of de nee. Ik heb hem nu niet in mijn tas zitten. Ik heb hem nu eventjes alleen ingedrukt met boeken. Als ik hem zo open maak, zie ik allereerst een rekenmachientje. Die heb ik eigenlijk altijd nodig voor ondernemen en rekenen.
Dan een collegeblok. Die neem ik eigenlijk altijd mee. Ik neem nooit een schrift mee. Omdat ja, ik vind een collegeblok gewoon veel chiller. Je hebt gewoon alle vakken in één schrift staan. En het blijft gewoon netjes en georganiseerd bij elkaar. Aan de zijkant heb je hier van die tabbladen. Waardoor je dus je vak mee kan bepalen. Aan de achterkant, wat bij deze ook heel chill vindt, zit nog een mapje. Dus ben je nou bijvoorbeeld elastomap vergeten, kan je hier losse papiertjes in doen. En ja, deze is toevallig nieuw, dus daar staat nog niet zo heel erg veel in. Maar ik vind dit gewoon echt super fijn werken. Normaal werk ik ook met markeerstiften. Hier heb ik dat niet gedaan, zie ik. Maar ja, ik vind het gewoon echt heel erg fijn werken. Dus die. Dan een elastomap. Die neem ik eigenlijk ook altijd mee naar school. We krijgen gewoon heel veel losse papieren op school. Dus dan vind ik het fijn om alles bij elkaar te houden. Er zit nu als het goed is niks in. Nee, maar dit vind ik gewoon heel erg chill. Dit kost misschien 2 euro bij de HEMA. Maar zo hou je dus wel lekker al je papiertjes bij elkaar. Dus die. Dan zitten er vervolgens 2 schoolboeken in. Dit is even een voorbeeld van een schoolboek. Ik heb ze geplastificeerd, dus daarom dat ze zo glanzen. Want dan blijven ze gewoon nog mooi. En dan kan ik ze hierna nog bijvoorbeeld verder verkopen. Dit is een... Even kijken welk boek dit is. Vanaf de binnenkant pas zien. Want alle boeken vanaf de buitenkant lijken op elkaar. Maar dit ziet eruit als vaktheorie volgens mij. Het zal wel. In ieder geval een boek. En dan nog een boek. En dit is een hardcover. En dat komt omdat ik deze via Marktplaats heb gekocht. Deze Beauty Level 1, 2 en 3 heb ik wel via mijn pakket gekocht. Maar later moesten wij nog 4 en 5 aanschaffen. En ja, op Marktplaats zijn ze er gewoon nog super mooi. Kijk maar, echt niks mis met het boek. Dus ik heb deze op Marktplaats gekocht voor 30 euro of zo. Terwijl deze nieuwprijs 80 zijn. Dus dat is ook echt een tip. Moet je nou door het jaar heen nog extra boeken aanschaffen? Kijk op Marktplaats, want ja, er zijn ze gewoon een stuk voordeliger. En deze ga ik het komende jaar waarschijnlijk heel veel nodig hebben. Want dit is vooral met massagegrepen en drukpunten en dat soort dingen. Dus die. We hebben dus in totaal 5 boeken hiervan. Beauty Level 1, 2 en 3 gebruik je in je eerste en tweede jaar. En 4 en 5 in je laatste jaar. En dan is de tas alweer bijna leeg. Zoals je kunt zien is de tas opgedeeld in 2 vakken. Aan de ene kant doe ik altijd mijn boek. En aan de andere kant dus mijn schriften en mijn multermap. Maar ik weet niet of je het kunt zien. Maar in het midden heb je dus nog een vakje. En dat vind ik heel erg handig om als etui te gebruiken. Ik vergeet namelijk altijd een etui. Maar op deze manier heb je een soort van ingebouwde etui. Er zit namelijk gewoon heel simpel een losse pen in. En mijn favoriet, markeerstiften. Ik heb deze van Stabilo. In zo'n pastelkleurtje. Ik ben alleen de paarse kwijt. Echt verzet, maar oké. Die neem ik altijd mee. Want altijd in mijn collegeblok, als ik samenvatting maak, markeer ik het altijd. Letterlijk altijd. Nou ja, in dit collegeblok nog niet. Maar normaal doe ik dus altijd. En zo heb je gewoon een soort van... Ja, een standaard etui bij je. Hoef je hem ook niet te vergeten. Die zou in principe ook nog daar je rekenmachientje in kunnen doen. Ik vind het gewoon echt super chill werken. Dus dat was de inhoud van mijn tas. Bij de Little Green Bag hebben ze natuurlijk ook heel veel andere schooltassen. Zoals een Cowboys Bag, een Fjallraven. Maar dit is hun eigen schoolcollectie. En wat dus het leuke is, is dat ik eens zo'n tas aan jullie mag weggeven. Het is dit model die je kunt winnen, maar je mag zelf de kleur bepalen. Ze hebben hem in het zwart, in het lichte roze en in het donkergroen. Er zijn wel een paar dingetjes die je moet doen om deze tas te kunnen winnen. Dat is namelijk, je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. Je moet de Little Green Bag en mij volgen op Instagram. En laat in de reacties achter welke opleiding of... naar welk schooljaar jij gaat. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. En welke kleur je dus zou willen. Een zwarte, een legergroene of de lichtroze. En vergeet ook je Instagram naam niet in de reacties erbij te zetten. Want zo kan ik jou op de hoogte brengen of je hebt gewonnen ja of nee. Je kunt meedoen tot 25 augustus. Op 25 augustus om 4 uur maak ik via mijn Instagram story de winnaar bekend. Dus hou zeker mijn Instagram in de gaten. En ik zou zeggen, doe zeker mee met de winactie. Want het is echt een geweldige tas. Ook heb ik voor jullie een kortingscode waarmee je 10% korting krijgt op de gehele collectie. En ook deze kortingscode is geldig tot 25 augustus. Ik zal hem in beeld zetten en nog eventjes in de beschrijving. Ook zal ik in de beschrijving nog eventjes zetten wat je allemaal moet doen om deze tas te kunnen winnen. Dit was dan de video. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik vond hem in ieder geval wel heel erg leuk om op te nemen. Deze 2 items maken bij schoolleven gewoon echt een stuk makkelijker. Kan je nagaan, stel dat ik al die producten in die koffer zelf had moeten sjouwen. Die koffer is gewoon echt een redding in mijn leven. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en mee te doen aan de winactie. Als jullie ook nog video willen zien waarin ik wat meer uitleg geef over mijn opleiding, laat het dan weten in de reacties. Dan kan ik die binnenkort ook gaan opnemen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.